Kijk, ze hebben het daar al dicht. Ja. En daar zijn ze ook al het hoekje om, zeg maar. Zo, lieve vriend, ik ben weer thuis. Ja, en ik lig in een deuk. Ja. Ik heb nou letterlijk, figuurlijk, echt waar, mijn accu leeggereden. En waar kwam ik tot stilstand? Precies dat ik hier ook bij de poort omhoog moest. Hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds vrijdag, de 15e van de 9e, 2023. En we leven om 14:40. Ja, ik ga weer eens een keer even met mijn meisjes uit. Ik ben trouwens gisteren vergeten af te sluiten. Daarvoor mijn excuses. Ja, niks aan te doen. Vergeten is menselijk. Laat we zien dat we geen robot van de maatschappij zijn. Ja, ja. Hé, meisjes? Ja. En ik had de wasmachine alweer draaien. En ik had gisteren ook nog het een en het ander opgeruimd wat van meneer was. Hij heeft tijd zat gehad om dat alweer eens een keer op te halen. Hij heeft dat nooit opgehaald. Nou, dat gaat bij mij weg. Wat niet voor mij is, gaat weg. Ook vandaag weer een brief. Dus de derde deze week. Die retour afzenden gaat. Want ja, het is nou van een deurwaarder, hè. Account, plus, en dan een plusje en een oortje. Wat afdekken. Dat onderste moeten jullie hebben. Ja. Nou. Retour afzender dus, ja. En dat zullen we dan straks, als ik de meisjes heb uitgelaten, neem ik de booster en dan ga ik dat netjes even wegbrengen. Ja, toch? En wat we verder vandaag gaan doen, ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik wil. Morgen gaan we trouwens gezellig op visite bij Mary. Ja, die is thuis, dus ja, dan kan ik daar weer een keertje naartoe. Ja, ik moet wel voortaan, maar op afspraak, want spontaan erheen gaat niet. Want ze is 9 van de 10 keer weg. Ja, ik kan ze nou wel uitspreken, maar ik, ja. Ik kots op die vent, en dat weet ze hoor. Dus dan is het. Bob, zeg ik dan. Ja, zo heet die vent. Ik moet hem niet, en ik ben niet de enige die hem niet moet. Want er zijn er heel veel met mij die hem heel goed kennen. Nog beter dan dat ik, en ze weet allemaal hoe die is, en ja. Ze moet er oogjes open willen doen, maar ja, als je verliefd bent. Ja, ik heb het gauw bekeken hoor. Kijk, ze bij mij sowieso niet eens niet slaan of om te duwen of wat dan ook, want dan ben je bij mij aan het verkeerde adres en is het gelijk over en uit. Ja, zo simpel. Ook al beloven ze een koei met gouden horens, nee, want... En als je het één keer gedaan hebt, waar is het, wanneer gebeurt de tweede keer, wanneer gebeurt de derde keer. Die keer gekomen ook, dan wel weer, weet je, want meneer lust hem aardig en ook iets anders lust hij. Dus ja, dan gebeurt het heus wel weer eens een keer. Dus nou, nee. Bij mij zijn ze dan aan het juiste adres om niet door te gaan. Maar ja, wie ben ik? Maar oké, lieve vrienden, wij gaan eventjes lekker lopen. En ja, dit gaat gewoon sowieso mee. Ik ben benieuwd of de rest nou ook dicht is met die planken. Zo ja, laat ik dat weer eventjes zien. Zo nee, dan slaan ik dat dit keer over, want anders zit er geen schot in. Nee. Wat doe je allemaal, kind? Hé? Maar in ieder geval, we gaan gewoon weer genieten van de dag. Want het is weer prachtig mooi weer. En... Daar hou ik van, ja. En ik denk jullie ook. Ik doe wel een jasje aan, want het is op die hoek 9 van de 10 keer koud, hè, kind? Ja, hè. Oh, zo lekker, hè, onder het kinnetje. Even zo lekker krollen onder het kinnetje, hè, Elwing. Ja, het is lief.
Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en geniet gewoon met ons mee. Ja, jullie zien het. Ik ben met de meisjes aan het lopen. Maar ik ben nog aan deze kant. Ja, en kijk, ze hebben het daar al dicht. Ja, en daar zijn ze ook al het hoekje om, zeg maar. Ja. Dus, ik weet niet of het aan deze kant ook nog helemaal dicht komt. Ik weet het echt niet. Ik weet niet of er de kijkgaten in komen. Ook dat weet ik niet. We merken het wel, we zullen het wel beleven. Zo niet, dan heb ik ook helemaal niks meer te filmen. Want ja, dan kan je er niks zien, hè? Nee, enkel wanneer het omhoog komt. Ja. Dus, we wachten het keurig af. Jullie zien het nou, hoe ver ze gevorderd zijn met die planken. En of het nog verder dicht gaat, ja, Joost mag het weten. Het is in ieder geval vanaf de wegkant niet meer er te zien. Dus ja, en dan gaan wij ook weer verder die kant op. Rijker die blijft maar struinen, die luistert voor geen meter. Als ik zeg van, dat ze wachten moeten, gaat Elwing zitten en daarna gaat ze liggen. Maar Rijker die staat weer op en die gaat struinen. Hé Rijker? Ja nou, je gaat struinen hè? Je luistert niet. Ja, maar oké, lieve vrienden, we gaan weer gezellig door. Zo, ik ben met de meisjes uit geweest. We gaan nou, de briefpost zit al in mijn tas. En even een rondje stad, of weet ik veel wat. Kijken hoe ver ik kan komen, want mijn accu is niet helemaal vol meer. En hoe vol die wel is, ja, gaat naar het rode toe. Maar ik probeer hem eigenlijk leeg te rijden, maar dat lukt me niet helemaal steeds. Nee, mijn zonnebril gaat ook weer op. Dus ja, het is prachtig mooi weer. Het is niet koud, het is 21 graden. GBPR. 24%, wat dat inhoudt, ik weet niet. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet gewoon ook een beetje, gewoon een beetje mee. Het hoeft niet helemaal, maar wel een beetje. Vind ik leuk. Ja, gewoon doen. Dus ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ja, en ik lig in een deuk. Ja, ik heb nou letterlijk, figuurlijk, echt waar, mijn accu leeggereden. En waar kwam ik tot stilstand? Precies dat ik hier ook bij de poort omhoog moest. Toen zei hij van, bekijk het maar, ik breng je niet de schuur in. Gelukkig waren er twee lieve minks, want ik ben in een goede bui. Ik zei iedereen, goedemiddag. En god, wat heeft een mooie jurk aan. Was ook een mooie jurk. En die stond er ook goed. Maar zo rijd ik heel langzaam verder. Goedemiddag, goedemiddag. Ook mensen, ik kon ze niet, maar ze schijnen hier heel dichtbij te wonen en ze kennen mij, hoe en wat, ik weet het allemaal niet, het zal. Ik ken hun niet, maar ze wonen hier dichtbij en ze wisten waar ik woonde. Die liep keurig netjes met me mee, totdat hij inderdaad al eerder zou zeggen van bekijk het maar, dan hadden hun willen duwen. Nou, hoe lief is dat? Maar ja, die man die heeft hem dus nou in de schuur voor me gezet, want ja... Net de overgang, dat ik omhoog moest, dat stukje, ja. Dat redde hij niet meer. Nee. Dat, hij heeft het best gedaan en nou staat hij aan de accu laden. Dus ja, helemaal top, helemaal geweldig. Voor het eerst dat ik hem echt schoon leeg heb gereden. Ja, en is goed voor de accu's. Helemaal goed. Wordt denk ik maar sneller van en dan, ja. Helemaal goed gedaan. Tenminste, ik hoop dat hij er sneller door wordt. Ja. Maar in ieder geval, ik ben er blij mee dat hij nou gewoon helemaal leeg gereden is. En ook staat hij aan de acculader. En morgenmiddag om 1:03 zouden we bij Mary wezen. Dus ja, dan komt het helemaal weer goed. Ik ging met een volle bak erheen. Ja, toch? En Kandalf, die had ik buiten. Door het raam. Maar hij blijft op de vensterbank zitten. Hij is er heel even af geweest. Ik zie hem er weer opspringen. Kom weer naar de raam. Kijk door dat plastic heen. Nou ja, oké. Okay. Doe het raam weer open. En meneer is weer binnen. En hij zit nou naast me. Maar de tuindeur die staat wagenwijd open. Dus als hij al wil, kan hij naar buiten. Maar hij staat, hij zit naast me. Hé, Kandalfie? Ja, nou.
Kan dat lief, hè? Ja! Nou, en Rijke is daar? Nee, Rijke is daar niet. Oh, nee. Ah, Rijke is daar. Daar is Rijke. Mijn meisje, mijn kleine meisje. En onze grote meisje legt hier weer lekker tegen de Hannes, hè? Ja, met dat ding wat jullie gehad hebben. Ja. Maar oké, ik ga zo meteen lekker aan het werk. En we zien wel waar het schip gaat stranden. Ik heb een bakje koffie, dus ja, ik ga lekker genieten. Helemaal lekker genieten. Ja, komt helemaal goed. Ik zou zeggen, ga ook genieten en doe dat goed. Ja, lieve vriend, ik ben weer druk bezig geweest. De vaat is weg, want de vaatwasser, die draait. Ja, ik ben er weer blij mee. Weer lekker spik in span en glinsterend schoon. Ja, toch? Ja. We gaan een lolly stellen. Ook dat gaan we doen. Ja. Want ik moet wel weten hoeveel lollies we hebben. Ik had één zakje al open. Die gaan we even verder open halen. Dat zakje is al weg. Hi kind, nee. 1, 2, 3. Dat is de 4 rode. 1, 2, 3. En 4 groene. We hebben 4 voetjes en 4 handjes. Dus ze hebben even zien. 2 lijkjes. Maar in ieder geval even zonder gekheid. 8 en 8 is 16. We hebben 16 lollies. Hebben we wel te weinig. Ja, hebben we wel te weinig. Mag ik nog wel een aantal zakken halen. Ja, maar zo duur zijn ze niet. Nee. Eventjes. De boterham zakje pakken. Zo. Smaakt het kind? Mooi, daar ben ik blij om. Ja. Zo. Nou, dat is in ieder geval 8 stuks, daarop 8, samen is 16. Dus met 8 moet ik in mijn hoofd naar de winkel toe en dan moet ik doorgeven, want ze weten zelf niet hoeveel erin zit. Hoe dom kan je wezen, hè? Ja. Maar het maakt niet uit. 8 stuks, toppie. Nou, dat ook 8, samen 16. Oh nee, 16 lollies voor 16 kinderen. Kan ik 16 kinderen wat geven? Nou, dat vind ik nee. Er moet wel even wat meer bij komen. En ja, ze zijn ook nog eens een keer glutenvrij. Ja. Staat er in het Engels op, glutenfree. Dus ja. Maar ze kunnen die stokjes nog bewaren, ook als aandenken van, hè? Aandenken aan de lieve ex, zeg maar. Ja, want het is, ze kennen, wie weet, kennen ze wat ze nog in elkaar zetten, maar dit zijn ook handjes en voetjes. Dus ja, zitten geen lichamen bij. Dus nou ook eens een keer, moeten ze ook verzinnen. Dat ze op die manier een skelet bij elkaar kunnen maken. Goede leerles ook. Voor op school. Ja. Ja. En dan moet je net die fabrikant hebben. Appel en strawberry. De lollies te smaken. Maar ja. Ik weet niet de fabrikant ervan. Anders zou die fabrikant eens eventjes... Ja. Nou ja, ik moet iemand hebben die kleine lettertjes kan lezen. En dat kan ik dus niet. Nee, dit zakje gaat weg.
Hallo beroep. Ja, wie mij weet te wonen en die kleine lettertjes kan lezen, die kan komen. Ja, ik kan het dan net lezen op dat andere zakje. Maar in ieder geval, lieve vriend, ik zou zeggen, gewoon verder genieten van je dingen die je doet. En geniet een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden, ja, we zijn weer bij elkaar gekomen om natuurlijk voor jullie voor vandaag afscheid te gaan nemen en om morgen weer terug te komen. Jazeker, het is ook al erg laat weer hoor. Het is 2:31 in de nacht van vrijdag op zaterdag. Maar het maakt niet uit, nee. Maakt helemaal niet uit. Maar in ieder geval, ik wens jullie allen welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard ook weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het gewoon allemaal, stuk voor stuk, maakt niet uit. God houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht.